Geachte aanwezigen, voordat ik ga beginnen wil ik u in ieder geval even attenderen op iets wat achter mij hangt. En u ziet dat daar een enorme leeuw hangt. Die is gemaakt door Wilma Poot. En Wilma Poot is een geboren en getogen Woerdenaar. En dat is met draad en haaknaald gedaan. En u ziet, dat symboliseert ook een beetje onze leeuw. In het wapen van Woerden kennen we natuurlijk twee leeuwen. En die twee leeuwen houden het schild van Woerden hoog. En dat is eigenlijk wel heel erg mooi, symbolisch beeld. Waarin de leeuwen onze toekomst vasthouden. En met de twee leeuwen gestaag in ieder geval het nieuwe jaar ingaan. En ze vroegen om het hier op te hangen. En het is in ieder geval heel erg mooi uitgewerkt, dat stukje kunstwerk. Ja, goed, dames en heren, beste aanwezigen. Keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen. Over wat geweest is, valt veel te zeggen. Over wat komen gaat, is altijd een heel stuk lastiger. Niettemin denk ik dat 2018 voor Woerden een jaar met impact gaat worden. Er moeten hele belangrijke keuzes gemaakt worden. En dat vraagt om een krachtig en stabiel bestuur dat keuzes maakt en verantwoordelijkheid wil nemen. En ik kreeg van de carnavalsvereniging vier flessen met jenever. Maar, dus, ja, laat ze me even zien. En in die vier flessen, er zitten allemaal gleufjes in. En ik vroeg, waar zijn die gleufjes nou voor nodig? En toen zeiden ze, ja, dat zijn sparen voor vier nieuwe wethouders. Nou, dat is toch weer het mooie van de carnavalsvereniging. Die kunnen dat toch op een luchtige wijze, zonder dat het echt veel pijn doet, toch weer veel duidelijk maken. Dank jullie wel. 10 februari gaan we elkaar weer zien. Dan gaan we de sleutels overdragen. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur wil ik niet te veel terugkijken op de afgelopen jaar. Maar iedereen zal het met mij eens zijn dat de politiek een ingewikkelde politieke periode was. Dat gold specifiek voor het afgelopen jaar met helaas weer een vertrekkende wethouder. Niet goed voor het aanzien van de politiek en het bestuur van Woerden. Met elkaar moeten we daar allemaal lering uit trekken. Blikken we kort terug op de resultaten van 2017, dan heeft Woerden met succes een nieuw afvalinzamelsysteem ingevoerd, waardoor aanzienlijk meer afval wordt gescheiden. Ook zijn we op weg naar een klimaatneutraal Woerden met als basis het actieplan Duurzame Samenleving. Een plan dat onder andere gaat over de collectieve aankoop van zonnepanelen, watervriendelijke tuinen, een aardgasvrij schilderskwartier en als het even kan, aardgasvrije nieuwbouw. En we blijven natuurlijk tegen oliewinning en gas in Woerden en in heel Nederland. Er ligt een belangrijke basis om te komen tot meer woningbouw in alle woonkernen met het oog voor meer sociale huur en koop. Er is overeenstemming met de voetbalvereniging Kamerik en de scholenbouw Kamerik is gestart. Door veel mensen is lang en intensief gewerkt aan de verkeersvisie met een resultaat dat de goedkeuring van de hele gemeenteraad kreeg. Woerden inclusief is van start gegaan en er is een nieuwe website Woerdenwijzer om iedereen nog beter wegwijs te maken in het sociale domein. Onze Woerdense koei Mart is cultureel erfgoed geworden en we hebben ons eigen kaaspakhuis waar alles op het gebied van kaas samenkomt. Leren, kijken, proeven en een infopunt voor onze toeristen. Er is voorts succesvol regionaal samengewerkt, zowel binnen de U10 als binnen het Groene Hart met Alphen en Gouda. En niet in de laatste plaats, het Gildepoortje is weer terug in het straatbeeld van Woerden. Met nogmaals dank aan de volhouders, de raadsleden Jaap van der Does en Johan Arendshorst. Ja, ja. Ingrijpend was de fusie van ons eigen Hofpoort met het Sint-Antonius ziekenhuis. Het beddenhuis verdween en Woerden heeft nu alleen nog maar een polykliniek. Mede als gevolg hiervan zijn ook de spoedeisende hulp en de huisartsenpost per 1 januari gesloten. Een besluit waarbij we als gemeente niet zijn betrokken, maar waarvan we wel iets vinden. Een slechte zaak voor onze inwoners. Een besluit waardoor zorg minder goed bereikbaar is voor de mensen waarvoor zij bedoeld is.
Al onze inspanningen zijn er dan ook op gericht om in Woerden weer een huisartsenvoorziening in de avonden en op het weekend te realiseren. Daar zijn we in 2017 mee gestart en daar gaan we in 2018 zeer zeker mee verder. Gelukkig is de hele raad het daarover eens. In 2017 is ook de renovatie van ons gemeentehuis van start gegaan. Heel verdrietig, er werd al wel even opgedoeld, was het ongeval bij de sloop waarbij Jaap Vet van Lek Sloopwerken is omgekomen. Een gebeurtenis die voor altijd verbonden zal blijven aan de renovatie van ons nieuwe stadhuis, waar we nog vaak aan zullen terugdenken. Ook kregen we te maken met een forse financiële tegenvaller als gevolg van de extra werkzaamheden. En hoewel het nu nog een beetje kamperen is op onze bleek 10, kijken we uit naar eind 2018, wanneer ons nieuwe gemeentehuis klaar zal zijn. En wat brengt 2018 nog meer? Ja, allereerst de gemeenteraadsverkiezingen. Naast de huidige 8 partijen in onze raad zal er voor het eerst de SP als 9e partij mee gaan doen. Ik weet niet of ze er zijn. Zijn ze er? Nou, dat zal volgend jaar dan wel anders zijn. We gaan het beleven. De nieuwe raad moet belangrijke keuzes maken. En het vraagt om een coalitie met een breed draagvlak in de raad. En ik noem er een paar van die keuzes. Nieuwe bouwplannen zijn noodzakelijk om de druk op de woningmarkt te verkleinen. Maar ook noodzakelijk om onze voorzieningen op peil te houden. Voor wie willen we bouwen? En willen we meer woningen en tegelijkertijd onze polders groen houden, dan lijkt een meer stedelijke woonomgeving onvermijdelijk. Innovatie en lef zijn nodig om te komen tot hoogwaardige bebouwing van Middelland Noord, Snelle Poort en het stationsgebied. Gaan we daarvoor? Het platform Ondernemersverenigingen Woerden heeft hierover in een inspiratiedocument, toekomstvisie, interessante dingen gezegd. Lezenswaardig. Veel van al die keuzes die gaan over visie en ambitie. En hoe lastig ook, elke visie en elke ambitie heeft financiële gevolgen. Aanzienlijke uitgaven die vragen om goede afwegingen door de nieuwe raad. Welke issues liggen te wachten op een besluit van de nieuwe raad? De verkeersafwikkeling van Woerden bijvoorbeeld. De zuidelijke randweg is bijna klaar, waarmee de mensen in Woerden ook via 3 bruggen een verbinding hebben naar de A12. Maar wat zullen de effecten zijn? Nieuwe tijden vragen ook om nieuwe besluiten. Het verkeer zwelt aan. De ontsluiting van Woerden is een probleem. Een westelijke randweg, een oostelijke randweg. Een randweg kost gauw vele miljoenen. Gelukkig zal een gedegen onderzoek de raad helpen te komen tot goede besluitvorming. Er is een afspraak over het niveau van onderhoud van onze straten, pleinen en groen. Maar het in de begroting gereserveerde budget is niet toereikend. Wat doet de nieuwe raad? Budget bijplussen? Ambitie bijstellen? Ook de wens van de raad om in 2030 CO2-neutraal te zijn vraagt om structurele investeringen. En na 3 decentralisaties in het sociale domein is het steeds duidelijker wat dit op financieel gebied van de gemeente vraagt. Waar komt de ondergrens te liggen? Dat geldt ook voor de nodige investeringen voor onderwijshuisvesting. Een wettelijke plicht. En de eerder geuite wens van de raad om de sportverenigingen met niet te hoge sporttarieven te belasten. Tot slot willen we onze inwoners goede dienstverlening bieden, blijven bieden in een wereld enerzijds verder digitaliseert en anderzijds lokaal maatwerk vraagt. Hoe waarborgen we de kwaliteit van onze organisatie? Allemaal zaken die vragen om tientallen miljoenen. Hoe gaan we die financieren? Inkomstenvergroting? Bezuinigingen? Beide? Nog belangrijker zijn de afwegingen die we gaan maken. Wat voor een gemeente willen we zijn? Willen we zijn in de toekomst? Waar leggen we onze prioriteiten? Hoe betrekken we onze inwoners bij deze vraagstukken? Hoe houden we de zorg voor onze inwoners op peil? Al deze keuzes zijn aan de nieuwe gemeenteraad die in maart gekozen wordt. Het zal wijsheid en diepgang vragen. Met de gemeente- en raadsverkiezingen in aantocht ligt hier een uitdaging voor onze politieke partijen. Want hoe bespreek je al deze uitdagingen op een goede manier met je kiezers? Zij, onze vertegenwoordigers, zullen moeten duiden en onze inwoners laten zien welk perspectief zij bieden. Deze periode is zeker geen gemakkelijke klus voor de gemeenteraad
en zeer zeker ook niet voor de toekomstige wethouders. U begrijpt waarschijnlijk waar mijn zorg ligt. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat we met elkaar de vele uitdagingen aankunnen. Rust, diepgang, met elkaar in gesprek blijven en niet te snel oordelen. Daar gaat het om in de politiek en in de samenleving. Het Sociaal-Cultureel Planbureau zegt dat het beter gaat met onze economie en dat we optimistischer zijn. Dat neemt niet weg dat de effecten zeker niet voor iedereen gelijk zijn. Ook daar zullen we oog voor moeten blijven houden. Dan nog iets over de jaarwisseling. Gelukkig is deze rustig verlopen. Maar dit gaat niet vanzelf. Velen hebben zich hiervoor ingespannen. Het WhatsApp-project was wederom succesvol. De inzet van Street Corner Work en buurtvaders en uiteraard onze gemeentelijke dienst en hulpverleners hebben hieraan weer een belangrijke bijdrage geleverd. En hiervoor uiteraard weer veel dank. Graag aanwezigen, ik ga afronden. Als gemeentebestuur spannen we ons in voor u als inwoner of ondernemer, lid van een sportvereniging, vrijwilliger mantelzorger of gewoon een gezellige buur. We zijn allemaal kritisch en nemen elkaar van tijd tot tijd de maat. Dat is belangrijk in de politiek en in het omgaan met elkaar. Elkaar ergens op aanspreken mag. Kritisch zijn zonder venijn. Dan wordt 2018 een jaar waarin we met plezier hard kunnen werken aan de vele uitdagingen die ik heb geschetst en die van belang zijn voor de toekomst van Woerden, voor onze inwoners van Woerden, van onze hele mooie gemeente. Ik wens u allen een heel mooi en gezond 2018 toe. Dank u wel. En laten we proosten op het nieuwe jaar. Proost op ons mooie Woerden. Ik sta naast Gerard Kremers, in Woerden over het algemeen bekend van het feit dat hij probeert de winkels in het centrum vol te krijgen. Gerard, 2018, wordt dat voor een jaar als het gaat om het vol krijgen van de winkels in het centrum van Woerden? Daar is een heel goede start al mee geweest. Ik kom nu net af van de opening van Mooi Woerden, de kapsalon, op de kop van de Voorstraat, waar vroeger Tempo Team in heeft gezeten. En voor januari en voor februari staat er al een hele hoop op de lijst. We hebben onder andere in het vroegere Blue Basic pand. Daar komt een prachtige mooie dames modezaak. We gaan in de Kruisstraat op de hoek een kaaszaak openen. We gaan Ziens openen in de Voorstraat, in het voormalige pand van Esprit. Ja, en er staan er nu voor de komende maanden staan er echt een hele hoop op de rails. Dus al met al, ja, de start van 2018 in Woerden voor de retail, ja, is echt heel erg goed. Dat pand van Blue Basic waar je het over hebt, dat was natuurlijk tot eind vorig jaar nog helemaal volstrekt geheim wat daarin moest komen. Nou zeg je toch, het wordt een damesmodezaak. Ja. Zomaar een damesmodezaak of wordt het toch iets bijzonders wat er in dat pand gaat komen? De naam die willen ze zelf naar buiten brengen, dat gelukt ze ook. Maar het wordt een zeer exclusieve damesmodezaak. En wat tot de top gaat behoren. Dus wij zijn er wel heel blij mee dat dat nu werkelijk gaat gebeuren. Want het heeft 8 jaar leeg gestaan en het is veel en veel te lang. Wordt 2018 het jaar waarin uiteindelijk ook de laatste winkel volkomt in het centrum? Er zullen altijd panden vrijkomen en dat is ook helemaal niet zo erg. Het moet een wisseling zijn. Helemaal vol, dat zal nooit gebeuren, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dan zijn er weer andere retailondernemers die weer de kans krijgen om in Woerden te komen. Dankjewel. Graag gedaan. Ook dit jaar zullen de wijkplatforms natuurlijk weer volop actief zijn. Naast mij staat Theo Streng van het wijkplatform Schilderskwartier. Theo, wat wordt 2018 voor een jaar voor jullie wijkplatform? Wel weer een belangrijk jaar voor ons, want de gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar in maart. En wij hebben de goede gewoonte om in januari een politiek wijkcafé te organiseren. Dat hebben we inmiddels al bij de politieke partijen aangekondigd. We hebben alle politieke partijen uitgenodigd om woensdag 24 januari naar de plint te komen om daar hun verkiezingsprogramma toe te lichten. En dan natuurlijk specifiek voor de wijk Schilderskwartier. En daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan onze lijsttrekkers van de verschillende partijen, waardoor de mensen uit onze wijk heel gefundeerd kunnen gaan stemmen op in maart. Wat verwacht je, zullen de onderwerpen zijn die de inwoners van het Schilderskwartier van belang vinden? Ja,
daar zullen we wel naar sturen, want wij hebben een wijkagenda met een aantal onderwerpen. En we hebben aan de politieke partijen gevraagd om zich daarop voor te bereiden. Onder andere verkeer. En verkeersafwikkeling is natuurlijk een belangrijk punt in onze wijk. En dat zal zeker op die avond volop aan de orde komen. En het gas? Het gas waarschijnlijk ook. Er is nog een pilot, maar dat zal waarschijnlijk ook wel een onderwerp van een gesprek worden. Het is maar een deel van de wijk, niet de hele wijk, maar wel een gedeelte. En ik denk dat er ook wel vragen over zullen zijn aan onze politieke vertegenwoordigers. Want ja, voor de komende 4 jaar ligt dat weer vast. Dus, We hebben er de afgelopen jaren niet zo heel veel meer van gehoord. Maar het Schilderskwartier is toch ook die wijk waar dat probleem met die palen is. Hè? Ja. Van rotten ze wel, rotten ze niet. Hoe staat dat erbij? En is er het komend jaar daar nieuws over te verwachten? Nou, ik verwacht dat er geen nieuws komt omdat het stabiel is. Het is onder controle. Zolang we in het Schilderskwartier maar niet in de grond gaan zitten roeren, dieper dan een meter, dan kunnen de kleilagen die er bij ons in de wijk zitten niet verstoord worden. En dan gebeurt er ook niks met onze palen. Dus zolang iedereen zich maar netjes aan de regels houdt, is het eigenlijk stabiel. En is er geen extra aandacht nodig dan wat we dan de boel in de gaten blijven houden. Oké, okay, dankjewel. Ja, graag gedaan. En een goed jaar. Goed. De camera loopt. Op een nieuwjaarsreceptie treffen we ook Cor van Tuyl, voormalig wethouder in de gemeente Woerden. Alweer even wethouder af, maar wel met een jaar achter de rug waarin de winkels toch op zondag open gaan. Hoe is dat ervaren? Ja, dat vind ik aan de ene kant heel jammer. Hè. Persoonlijk ben ik gewoon voor de zondagsrust, dus het liefst de winkels dicht op zondag. Maar ik begrijp ook dat in de samenleving en bij de winkeliers natuurlijk veranderingen een rol spelen die wel die vrijheid willen hebben van mag ik wel of niet op zondag open. Al is het dan maar beperkt. En nou, daar had ik wel oog voor. En ik pleit er ook al jaren binnen. Toen ik ook raadslid was, heb ik ook gezegd van jongens, ja, daar moet je een beetje aan tegemoet komen. We zijn in een rechtsstaat, we zijn een democratie. Mensen willen die vrijheid hebben om zelf een keus te kunnen maken. En waar 70% of 80% van de bevolking zegt, we willen de winkels dicht, prima, moet je dat ook regelen. Maar als het andersom wordt, ja, dan denk ik niet dat je dat zo stringent moet willen op blijven leggen. Als u nog op de plaats had gezeten als wethouder, was dan toch op zondag dus die winkel wel open gegaan? Nou, kijk, ik zat niet meer op die plaats van die wethouder, omdat ik dit nogmaals bij de fractie bespreekbaar heb willen maken. En daar ging het fout. En goed, ze hebben het vertrouwen in mij opgezegd. Dat is hun verantwoordelijkheid. Ik heb de mijne genomen. Kostte me de baan. Maar je ziet, en daar heb ik ze nog voor gewaarschuwd, het gaat deze periode kantelen. Omdat de andere coalitiepartijen, die zullen toch moeten kiezen voor een achterban. En niet voor de coalitie uiteindelijk. En dus, maar ik vind zoals het nu ligt, die verordening, vind ik heel vergaand. En dat doet me af en toe zeer. Waar had hij anders gemoeten? Nou, ik denk dat je gewoon had moeten praten over een beperkter aantal zondagen wat open moet zijn. Geef ze een mate van vrijheid daarin om te zeggen, nou, hoeveel wil je er open? 12, 14 of 2 of 3 keuzezondagen erin. Ik noem maar wat, hè. Maar zeker de zondagochtend, hè, waar er toch veel kerkgang is in Woerden, zeker ook in het centrum. Nou, daar had ik een rustige kerkgang echt wel willen bevorderen. Maar alle winkels zijn toch nu niet open op zondag? Is die kerkgang nou echt in het geding? En wordt de soep zo heet gegeten als die in het verleden werd opgediend? Ik denk dat de soep inmiddels wat afgekoeld is. Dat ben ik met u eens. En er wordt nu nog niet volop gebruik van gemaakt. Nee. Maar dat is ook een mate van gewenning. Naarmate men langer weet dat dit er is, kan men zich er ook beter op instellen. Dus ik vrees wel dat er een toename gaat komen. Zeker nu ook Woerden Binnenstad zich er ook wat aantrekkelijker wil presenteren, verwacht ik wel dat men daar meer gebruik van gaat maken. Ja. En ja, het is ook wel een bevestiging van de veranderingen in de samenleving. En ik zeg altijd maar zo, niet elke verandering is een verbetering. Inmiddels alweer enige tijd, langer dan een jaar natuurlijk, wethouder af. Inmiddels getroffen door een aantal lichamelijke ongemakken, maar ook een nieuwe taak min of meer opgenomen. Die van het voorzitterschap van de sleutelclub in Kamerik. En dat alweer geruime tijd. Hè? Het gaat goed geloof ik, hè, met de club.
Met de club gaat het goed. Ik moet overigens wel bekennen. Ik heb net afgelopen week afscheid genomen van de club. Omdat ik vanwege de gevolgen van mijn beroerte dat gewoon niet meer aankon. En ik heb dus afscheid genomen van een club die ik... die we met elkaar toch de afgelopen jaren meer houvast hebben kunnen geven richting de toekomst. Er is inmiddels een nieuwe voorzitter, dus ik ben er heel blij mee. Wie is dat geworden? Louis van Dam. Als ik het goed zeg. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. En daarnaast, ja, ik heb inderdaad nog wat voorzitterschappen. Hè. De Hengelsportvereniging, de NPV. Ik ben nog actief bij Politiek Café Ruit de Troef. Nee, dus ik zit gelukkig niet alleen maar thuis. We horen nog van Cor van Tuyl de komende tijd. Ongetwijfeld. Oké, okay, dankjewel. Okay, geen dank. Nou, je was beter. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja. We spreken elkaar. Niet. Voor de kleur? Nee. 2018, een jaar waarin we natuurlijk hopen dat het allemaal goed afloopt, dat er geen branden zullen zijn, maar dat lijkt me een utopie toch, William van Leeuwen van de brandweer Woerden. Een jaar zonder branden, dat is nog niet gepasseerd, hè? Nee, ik ben al mijn 40ste jaar bezig en ik heb het in die 40 jaar nog niet meegemaakt dat er geen brand was. Dus dat zal best wel weer gebeuren, maar wij zijn er klaar voor, dus... Waardoor ontstaat nou het vaakst brand? Is dat door brandstichting of doordat er toch gewoon iets verkeerd zit? Nou, brandstichting gebeurt natuurlijk ook. Maar meestal is het kortsluiting, dat soort zaken, zeg maar. Het is niet echt een wet van mede en persen hoe nou brand ontstaat. Dat kan natuurlijk, ieder brandje begint zo. Maar dat kan door een omgevallen kaars zijn of dat kan door kortsluiting zijn. Maar ook door... het aansteken van een auto, zeg maar. Wat in Utrecht met Oud en Nieuw natuurlijk heel veel gebeurd is. Dat is iets wat we in Woerden eigenlijk nauwelijks kennen. Nou, 2 jaar geleden wel, hè. Hadden we best wel wat paniek in de stad, zeg maar. En ook voor ons was dat een beetje grimmige sfeer ontstond er. En wij zijn blij dat dit jaar niet meer het geval is geweest. Je hebt een goede jaarwisseling op dat punt ook achter de rug. Zeker, zeker. Wij hebben voor 12 3 brandjes gehad. Daarna nog 1 en een melding van een duikongeval in Polsbroek. Maar daarbij konden we terugkeren omdat de mensen er al uit waren. Dus voor ons is het prima. Heel goed. Wat zijn de wensen van de brandweer voor het komend jaar? Zo min mogelijk slachtoffers. Kijk, alles wat brand en verloren gaat, dat is vervelend. Dat zou natuurlijk historisch erfgoed kunnen zijn. Maar als er maar geen mensenlevens mee gemoeid zijn, dan dat staan wij voor, zeg maar. In het verleden, op dit soort recepties, waren er altijd wensen van de brandweer als het ging om nieuw materieel. Is dat nu een wat verder van jullie bedshow, nu het allemaal bij de veiligheidsregio is ondergebracht? Nee, zeker niet. Zeker niet. We hebben daar ook wel inspraak in. En ik denk dat wij in februari de eerste nieuwe bluswagen mogen verwelkomen. Want er zijn er, ik zeg even uit mijn hoofd, 68 gekocht. En wij zitten in de eerste lichting. Want onze tweede tankoutspuit is... al ruim 2 jaar aan vervanging toe. En wij zijn een van de eerste die een nieuwe krijgen in, ik denk februari zo'n beetje. Wat moeten we daarbij bedenken als een tankauto spuit, oftewel een brandweerwagen waar slangen aan zitten, als die aan vervanging toe is, komt het water dan uit de verkeerde openingen? Nee, zeker niet. Je hebt natuurlijk economische afschrijving. En dat was eigenlijk voor de auto die we hebben, was die 2 jaar geleden al afgeschreven. Dan zeggen we niet dat hij dan stopt met blussen, zeg maar. Maar je moet op enig moment moet je gaan vervangen. Daar staat 15 jaar voor. En deze is nu 17 jaar oud. En je kan ook wel merken, zeg maar, want we hebben ook een wat nieuwe type die 5 jaar oud is. En dat rijdt gewoon stukken beter. Techniek verbeterd, rijeigenschappen, noem maar op. Automaat erop, allemaal dat soort snufjes. Veiligheidsaspecten zijn daar ook wel erg belangrijk in voor ons. Dergelijk nieuw groot materieel wordt vaak met enige feestelijkheid in gebruik genomen. Hè? Mogen we dat nu ook weer verwachten? Ja, ik denk het wel. Ja. Zeker intern. We moeten nog even kijken hoe we dat doen. Voor de burger, zeg maar. Of die ook welkom is op zo'n moment. Maar anders zien ze hem zeker rijden als er wat groots aan de hand is. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. En goed jaar. Oké, dank je. Dank je. Oké, ga wel.
Nanette Mostert van Samen voor Woerden en van weet ik veel wat niet nog meer voor organisaties waar het erom draait om samen iets te bereiken. Ja. Wat gaat Samen voor Woerden in het jaar 2018 doen? Oh, wauw. Nou, we staan aan de vooravond. Nee, we zijn eigenlijk al aanbeland in het jaar van 10 jaar Samen voor Woerden. Dus het wordt een bijzonder jaar. We gaan natuurlijk weer de beursvloer doen. En het mag een meer bijzondere beursvloer worden dan altijd. Dus daar zijn we nu met een commissie over aan het brainstormen. En we willen ook even heel kort terugblikken van wat hebben we de afgelopen 10 jaar gedaan. En we hebben ook al wel gemerkt, afgelopen beursvloer, dat we al 9 beursvloeren in de benen hebben. En dat het misschien eens tijd wordt voor wat nieuws. Dus daar gaan we ons over buigen. Maar in ieder geval de 10e beursvloer, die gaat er zeker komen op 11 oktober. Je noemt al de beursvloer, maar zo zijn er nog tal van andere initiatieven, hè, waar de naam Samen voor Woerden mee verbonden is. Ja. Als je dat nou voor de mensen eenvoudig moet uitleggen, wat is dat dan eigenlijk voor een organisatie? Ja, wat wij doen is verbinding leggen tussen maatschappelijke organisaties, zeg maar de kwetsbare doelgroepen, en ondernemers. Ondernemers willen heel graag wat betekenen voor hun stad, maar die weten soms niet goed de weg. En die weg kennen wij toevallig heel erg goed. Dus dat is eigenlijk kernachtig gezegd waar Samen voor Woerden voor staat. En van waar dit initiatief? Waarom Samen voor Woerden ooit is opgericht? Het is ooit begonnen met een maatschappelijke beursvloer. Want een maatschappelijke beursvloer is een landelijk gebeuren. Ik heb 10 collega's in het land, 10 Samen Voors. Maar zo zijn er ook nog andere formules, noem ik het. Ik geloof dat er wel 100 in het land zijn. Dus voorafgaand aan de oprichting van Samen voor Woerden was de maatschappelijke beursvloer. En Pepijn van den Burgt is daar een van de grondleggers van. Volgens mij Loes Eijpma. En er is een bestuur, Dick van de Snoek is daarbij gevraagd. Dus zeg maar naar aanleiding van de allereerste beursvloer in Woerden, zag Samen voor Woerden het licht. En nu dus al 10 jaar. En dus een jubileum met al, je zegt al, een bijzondere beursvloer. Waar moeten we dan aan denken? Ja, daar ga ik nog niet heel veel over zeggen, want dat zijn eigenlijk nog mijn tipje van de sluier. Brille ideeën. Nou ja, ik durf eigenlijk dan wel te zeggen dat we... dat we nadenken over een veiling. Dus dat we projecten gaan veilen waar dan ondernemers op kunnen bieden. Dat lijkt me fantastische dynamiek geven. En waar moeten we dan aan denken? Projecten veilen? Wat zijn dat van voorbeelden? Ja, die hebben we nog niet. Dus die gaan we natuurlijk heel goed met maatschappelijke organisaties over nadenken. Van wat zou je nou nodig hebben, belangrijk vinden voor de mensen waar jij iedere dag voor werkt. En wat kunnen ondernemers daarin betekenen? Weet je, op de beursvloer doen we altijd ook wel heel veel wat snellere matches. En die zijn ook altijd heel belangrijk. En die gaan we ook echt weer doen. Maar iets meer dan dat. En heel veel meer ga ik er niet over kunnen vertellen. Het mag allemaal nog ontstaan. Wanneer gaat het gebeuren? Op 11 oktober. En de gastheer dit jaar is Event Support Holland. Dus daar kijken we naar uit. Oké, dankjewel. Jij ook bedankt. Naast me Bernd Vijs. Bekend natuurlijk van de Stichting Groene Hart, maar inmiddels daar weg, afgelopen jaar afscheid genomen. En nu betrokken bij de Oude Hollandse Waterlinie. Maar als we toch nog even over die Stichting Groene Hart mogen praten, Bernd. Met wat voor gevoel afscheid genomen van die organisatie, want daar was je heel lang bij betrokken, hè? Ja, zeker 20 jaar. En ik vind dat we toch wel wat bereikt hebben met het Groene Hart. Zeker rond Woerden. Want alle polders rond Woerden zijn groen gebleven. Dat vind ik een mooi resultaat. Is dat de verdienste van de stichting? Ja, want ik herinner me nog dat er plannen waren voor bedrijventerreinen bij Molenvliet, bij Wulverhorst, bij rond Harmelen. Die plannen hebben we kunnen tegenhouden. Plannen voor echt 100 hectare bedrijventerrein. En op dit moment zijn die plannen helemaal verdwenen uit de verkiezingsprogramma's. Wat zijn de dingen die jullie hadden willen bereiken, maar die dan niet gelukt zijn? Nou, wat we hadden gewild was natuurlijk dat er meer natuurgebieden worden aangewezen in het Groene Hart. Dat er ook meer mogelijkheden zijn voor de weidevogels die het erg moeilijk hebben. En dat is dus helaas niet gelukt. Inmiddels heb je de Stichting Groene Hart verlaten en zet je nu in voor de Oude Hollandse Waterlinie. Dat is niet zo'n hele grote stap volgens mij, hè? Nee, want ik heb dus een groen, maar ook een blauw hart. En de Oude Hollandse Waterlinie is enorm belangrijk, ook voor Woerden. Woerden was eigenlijk 300 jaar geleden het hoofdkwartier van de Oude Hollandse Waterlinie. Met prachtige gebouwen in Woerden, het arsenaal, het kasteel, de kazerne, het exercitieterrein. Dus alles herinnert in Woerden nog aan die
oude vesting werken. Het feit dat je je nu alleen daar nog voor inzet, voor die oude Hollandse waterlinie, gaan we dat ook extra in Woerden merken? Ja, ik denk het wel, want het gaat niet alleen om Woerden te vermarkten als vestingstad, maar ook de omgeving, de hele waterlinie van Muiden, Naarden tot en met Gorkum is waterlinie, oude Hollandse waterlinie. En dat is een prachtig product waarmee we heel veel toeristen en recreanten kunnen verleiden. Wat is het eerstvolgende grote evenement wat op de rol staat in het kader van die waterlinie? Nou, in ieder geval in september weer de waterliniemarkt, een maand met allerlei activiteiten in en rond Woerden. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Politiek Café Ruitertroef, ook dit jaar weer een aantal keren in het Bierhuis in Woerden. Naast me Nico Ramar van het Politiek Café. Nico, wat mogen we dit jaar verwachten? Nou, het wordt volgens mij een heel spannend jaar, omdat de gemeenteraadsverkiezingen op dit moment, in ieder geval zoals ik dat ook in de kranten lees, een peiling eigenlijk worden voor wat er in de Tweede Kamer gaat gebeuren. En ja, wij zijn natuurlijk als Politiek Café heel nauw bij betrokken. Dus het wordt voor ons sowieso een leuk jaar. Wat zijn de belangrijke dingen die in het eerstvolgend Politiek Café aan de orde zullen komen? Nou, we hebben twee cafés op 17 en een week later op zaterdag 24 februari. Daar komen alle lijsttrekkers aan bod. En we moeten nog kijken wat voor mix dat wordt. Maar in ieder geval is dat dus het thema waarbij we uiteraard wat dieper op een aantal zaken ingaan. En daar moeten we ons nog over beraden. Maar dat zullen wel de zaken zijn die iedereen in Woerden in ieder geval wel kent en aangaan. En waar men in ieder geval een mening over zal hebben. De belangrijkheid van het onderwerp, de gemeenteraadsverkiezingen, maakt misschien eigenlijk dat je al die lijsttrekkers tegelijkertijd achter de tafel zou moeten hebben. Maar dat kom je een beetje in de knoop met de plaats waar het wordt gehouden, het Bierhuis. Is dat nog wel steeds een geschikte locatie voor als dit soort onderwerpen aan de orde zijn? Ja, je weet wellicht dat wij een aantal jaar geleden geprobeerd hebben om iets op het plein te organiseren. Nou, dat bleef hangen op zowel financiële als organisatorische redenen. Daarmee vergeleken is het Bierhuis natuurlijk een hele prettige, sfeervolle locatie waar we in ieder geval weten wat we eraan hebben. Je hebt gelijk, we kunnen niet, we hoorden het net, 9 partijen tegelijk langs laten komen. Dus we hebben een verdeling gemaakt tussen de ene keer 4 en de andere keer 5 partijen. En dat is nog even kijken, uiteraard aan de hand van de programma's en de eventuele tegenstellingen die er zijn, wie we daar tegenover elkaar zetten. Dus ja, wat mij betreft zouden ze allemaal tegelijk mogen komen, maar dat gaat niet lukken. Je zegt al 4 en 5 partijen voor de snelle rekenaar, 9. Want we hebben dit jaar een extra partij die meedoet, de SP. Werpt dat een ander politiek licht op de zaak? Nou, wij hebben in het vorige café wel een, wat dat betreft, vrij verfrissende visie gekregen van hoe de SP naar de politiek kijkt. Dat heeft voor een belangrijk deel ook te maken met het feit dat ze natuurlijk in Woerden een tijd zijn weg geweest en als zodanig relatief nieuw zijn. Ook omdat ze klein zijn, zie je dat bepaalde functies binnen een politieke vereniging een beetje, nou ja, zeg maar over elkaar heen vallen. Dus dat heeft er wellicht mee te maken. Maar dat betekent wel dat ze wat dat betreft toch weer net even wat frisser tegen zaken aan lijken te kijken, zeg ik, dan de gevestigde orde. Voor 2018 een jaar met meer politieke cafés vanwege de verkiezingen? Ja, sowieso. Ik denk dat ik misschien een klein beetje op zeg maar de planning vooruit loop. Maar wij zagen dat Carla Peijs weer teruggekeerd is naar haar geboortedorp, was het destijds, Harmelen. En daar is al contact mee geweest en die zou het heel leuk vinden om op de een of andere manier ook in een van de cafés een rol in een panel te spelen. En wij hadden het al eerder over dat het wel aardig zou zijn om met Ruitertroef op locatie te gaan. Nou, dat zou een prachtige aanleiding te zijn om ook in de kernen van Woerden op de een of andere manier eens een keer een rondje te maken. Dus een Ruitertroef bijvoorbeeld in de Kloosterhoeven of het Wapen van Harmelen of in de herberg? Zeker weten, ja. Lijkt ons een heel leuk vooruitzicht. Dankjewel. Graag gedaan.